Ja, broeders, zusters, ik weet niet of u dat programma gezien hebt van de evangelische omroep In Holland Staat een Kerk. Niet gezien, zie ik daar. Aantal misschien, daar wel. Nou, dat was een televisieprogramma en in dat programma zong Stef Bos een lied. En dat lied dat heette Toen was geloof heel gewoon. En dat was een soort ode aan zijn oude ouders. Ik kon er niet uit opmaken of zijn ouders nog leefden, maar het waren mensen van voor de oorlog, die hebben meegemaakt dat nog 75% van de mensen in Nederland naar de kerk gingen. En die hebben moeten meemaken dat het nu nog maar ongeveer 25% van ons volk de kerk af en toe van binnen ziet. Die mensen hebben meegemaakt dat het leven zo heerlijk overzichtelijk was. En het leven is nu zo ingewikkeld geworden. Voorheen dacht eigenlijk iedereen in grote lijnen in Nederland tenminste wel hetzelfde. Als je het had over dingen als trouwen en samenwonen of blijven werken als vrouw. De rol van man en vrouw, dat lag allemaal heel helder. En ook mensen die niet naar de kerk gingen, dachten in grote lijnen toch wel hetzelfde als bijna iedereen. Wat de kerk vond over de ethische onderwerpen, dat was een beetje de norm in de samenleving. En buiten de kerk werd dus in grote lijnen hetzelfde gedacht. En dat is nu totaal anders. Je merkt ook als christenen dat je steeds vaker door de buitenstaanders wordt aangekeken met vreemde ogen. Als mensen van een andere planeet die er van die merkwaardige principes op nahouden. Mensen kunnen ons heel raar aankijken als we nog een monogame levensstijl voorstaan. Hè, dat je het met je eigen vrouw alleen houdt. In de bushokjes, ook hier, wordt reclame gemaakt voor Second Love. Dat is een website voor getrouwde mensen. Dan kun je een tweede liefje vinden. En dat wordt met onze belastingcenten, dat soort dingen, wordt gewoon gepromoot. Wordt reclame voor gemaakt. In de bushokjes, op de radio, hoor je dat. Je bent wereldvreemd als je seksualiteit beschouwt als iets wat eigenlijk binnen het huwelijk hoort plaats te vinden. Je bent wereldvreemd als je ongehuwd samenleven als in feite onbijbels afwijst. Of als je vindt dat echtscheiden, hertrouwen, dat eigenlijk anders zou moeten. Al snappen we heel goed dat soms bij elkaar blijven net zo zondig is als uit elkaar gaan. En als in een discussie over onderwerpen, hele gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit en het homohuwelijk, als je dan probeert onderscheid te maken tussen wat je bent en wat je doet, ja, dan word je al als gelovige heel gauw moralisme of intolerantie of zelfs liefdeloosheid verweten. Steeds vaker vallen in de ontmoeting tussen kerkmensen en buitenstaanders de monden open van verbazing. En steeds meer worden christelijke principes in de samenleving als achterhaald en beknellend ervaren. Want die principes die staan je vrijheid in de weg, zeggen de mensen dan vandaag. Als gevolg van het humanisme en de verlichting is God niet meer het middelpunt van het denken van de mensheid van vandaag, maar de mens zelf. We zijn baas in eigen leven, baas in eigen buik. En daar heeft geen mens of geen God iets mee te maken, zeggen we dan. Want de mens bepaalt zelf wat hij goed vindt. En wat goed voelt, is dan ongeveer de norm. Nou, als er zo om je heen gedacht wordt, en dat maak je mee, waarschijnlijk maakt u dat allemaal mee, dan kan het ook niet anders dat die vragen die de samenleving oproept, dat die vragen ook in de kerk gesteld gaan worden. Kerkmensen zijn geen mensen van vroeger, zijn mensen van vandaag. En we worden ook allemaal beïnvloed door de samenleving. En misschien moeten we wel heel eerlijk zijn, soms is de praktijk van het gebroken leven zo weerbarstig dat onze kort door de bocht antwoorden beginnen te wringen. Zetten we met onze stoere standpunten misschien mensen niet in de kou? En kerkraden en voorgangers hebben daarmee te worstelen met die vraag. Hè? Hoe blijf je nou recht doen aan de ene kant aan wat de Bijbel zegt, maar we leven wel in een veranderende tijd. En tegelijkertijd, hoe kun je mensen nou laten weten dat ze welkom zijn bij God? Ook als je mensenleven niet voldoet aan het ideale christelijke plaatje. Nou, dat kan soms als een spagaat aanvoelen.
Nou, met die vraag in het achterhoofd is het wel eens goed om te gaan kijken hoe Jezus dat nou doet. Hoe gaat hij om met dat spanningsveld? Want hij heeft als geen ander laten zien hoe we in gebroken situaties recht moeten doen aan het woord van God, maar ook Gods hart dat uitgaat naar de mensen van zijn tijd, heeft hij elke keer weer laten zien. En de houding van Jezus zal onze houding moeten zijn. Ik ga geen pasklare antwoorden geven, maar ik wil terug naar de basis. Hoe gaat Jezus met mensen om? En in de geschiedenis van die overspelige vrouw zien we dat hij de Bijbel niet misbruikt om mensen om de oren te slaan, maar dat hij in liefde wil aansporen om het met die genadige God te wagen. Nou, laten we eens naar het Bijbelverhaal gaan kijken. Wat gebeurt daar eigenlijk? We hebben gelezen, Jezus is in Jeruzalem. Het is het loofhuttenfeest. En Jezus heeft op dat loofhuttenfeest in Jeruzalem in de tempel onderwijs gegeven aan de mensen. En dat gaf een enorme onrust onder het volk. Als je de hoofdstukken ervoor leest, dan proef je dat ook gewoon. De gewone mensen waren enthousiast. En de fariseeën en de wetgeleerden waren zeer kritisch. Ze stuurden een aantal dienaars erop uit. Die moesten Jezus gaan meenemen voor verhoor. Maar de mensen die hem moesten meenemen waren zo onder de indruk van de woorden van Jezus dat ze het gewoon niet konden. Ze keerden met lege handen terug en ze zeiden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Nou, en dan beginnen we bij wat we net gelezen hebben. De volgende morgen was Jezus weer in de tempel. Ondanks de dreiging, ondanks het feit dat die fariseeën en die schriftgeleerden hem wilden wegnemen, meenemen. Maar ook nu kwamen er weer mensen naar hem toe. Nou, en zoals gebruikelijk in die tijd ging de rabbi zitten om onderwijs te geven. Dus het ging in die tijd net andersom. Hè. Jullie zitten allemaal lekker en ik sta. Vroeger mocht de spreker zitten en de mensen stonden. Zo ging het. En terwijl Jezus met zijn onderwijs bezig is, komen de fariseeën naar hem toe met die vrouw. Die vrouw die betrapt is op overspel. En overspel, daar is de wet van God, de Bijbel, zoals men die toen kende, dat was het Oude Testament, dat was al af. In het Oude Testament staat het heel duidelijk. Wie overspel pleegt, die moet ter dood gebracht worden door steniging. U kunt het nalezen in Leviticus 20 en in Deuteronomium 22. De Bijbel zegt het. Geen speld tussen te krijgen, zou je zeggen. De vrouw is betrapt. Dus het moet zo geweest zijn dat zij als een getrouwde vrouw met een andere man heeft geslapen, of dat ze als ongetrouwde vrouw met een getrouwde man heeft geslapen. In ieder geval, overspel plegen, dat kun je niet alleen. Dat doe je altijd met iemand. En het wonderlijke is dan dat alleen die vrouw is opgepakt. Dat laat meteen al iets zien, hè? Die fariseeën, die vonden het niet zo belangrijk dat hier recht werd gedaan aan God en aan zijn woord. Ze lieten zien dat het ergens anders om ging. Want anders hadden ze die man ook wel meegenomen om terechtgesteld te worden. Want zo zegt de wet van Mozes staat. Je krijgt de indruk dat hier zoiets gebeurt als het met twee maten meten. Hè, er zijn landen, en dat is eigenlijk nog altijd zo, meestal trekt dan de vrouw aan het kortste eind, hè? Er zijn nu ook landen waar slachtoffers van verkrachting worden gestraft omdat ze daarvoor wel de aanleiding zouden hebben gegeven. En dan gaan de daders vrij uit. Dat is de omgekeerde wereld. En dat is afschuwelijk. En ik neem aan dat ieder weldenkend mens dat afschuwelijk vindt. Maar dat onderscheid tussen mannen en vrouwen, dat zien we in een andere vorm in onze samenleving ook wel weer terug. Hè? Jongens die willen vaak ervaren zijn op seksueel gebied. Maar voor zichzelf willen ze wel een meisje bij wie ze de eerste en de enige zijn. En een jongen die seksueel actief is, die wordt stoer genoemd. Een meisje die seksueel actief is, wordt een hoer genoemd. Ook nu lijkt er weer met twee maten gemeten te worden. En nu op dit moment, ik weet niet of u de pers een beetje volgt, heb je die MeToo-discussie, mensen die te maken hebben gehad met ongewenste intimiteiten.
En dan lees je in de krant, mensen, ik las laatst in de krant een ingezonden brief van een man. Die vond eigenlijk dat vrouwen zelf de aanleiding waren, want ze kleden zich zo uitdagend. Net alsof uitdagende kleding in één keer een alibi mag zijn voor mannen om hun handen niet meer thuis te houden. Mannen moeten gewoon afblijven wat niet van hun is. Dat is toch duidelijk? Als het je vrouw niet is, moet je eraf blijven. Hoe ze er ook bij loopt, dat is natuurlijk wel goed om over na te denken. Maar het geeft je nooit het recht. En ik snap, je bent als man geen slachtoffer. Hè? Je moet als man ook kunnen omgaan met die dingen die in je hart opborrelen. Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk oproept om jezelf te beheersen. En we zijn geen dieren die niet anders kunnen dan achter onze geslachtsdelen aan te lopen of zo. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Mannen, hou je handen thuis als het niet van jou is. Nou, met twee maten meten. Dat deden die fariseeën ook. En je krijgt de indruk dat het niet om de eer van God gaat, maar om een soort casus, een soort test. Of Jezus wel door de beugel kan. Of hij wel trouw is aan de Bijbel, het woord van God. En of hun eigen houding voor God dan wel door de beugel zal kunnen of niet, dat is niet een vraag die bij deze fariseeën leeft. En wat de schade voor die vrouw zou kunnen zijn, is al helemaal ondergeschikt. Die fariseeën willen eigenlijk maar één ding. Ze willen aantonen dat deze Jezus ontrouw is aan de Bijbel. En dan is ook gelijk het bewijs geleverd dat hij niet de Messias zou kunnen zijn, zoals onder het volk wordt beweerd. Terwijl die fariseeën hun aanklacht uitspreken, schrijft Jezus in het zand. Wat hij schrijft wordt niet door Johannes vermeld. Er zijn bijbeluitleggers, en dat vind ik heel interessant hoor, die verwijzen hier naar Jeremia 17, vers 13. Daar staat het volgende. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Nou, het is niet zeker dat het hierover gaat, maar het zou wel heel goed kunnen dat Jezus naar deze tekst verwees. Want ik heb net gezegd, het is het loofhuttenfeest. En dan is het wel goed om te weten wat er gebeurt op het loofhuttenfeest. De dag ervoor heeft het volk, de priesters, die hebben water geschept uit het badwater van Siloam. Misschien hebt u daar wat van gehoord, daar is ook wel eens een zieke genezen. En de priesters scheppen dat badwater en dan lopen ze in een soort processie door de waterpoort de stad in naar de tempel. En dat water dat wordt dan uitgegoten voor het altaar. En terwijl dat gebeurt, zingen de mensen die langs die processie staan te kijken, die zingen de woorden van Jesaja 12 vers 3. Ik zal met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En waarschijnlijk is het dat moment geweest dat Jezus heeft geroepen, als iemand dorst heeft, laat hij dan tot mij komen en drinken. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Staat in het vorige hoofdstuk, Johannes 7, vers 37. Jezus verwijst daarmee naar de Heilige Geest. Dus als Jezus nu die tekst uit Jeremia zou opschrijven in het zand, wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten, dan zou hij met dat schrijven duidelijk willen maken dat die fariseeën hiermee zelf hem als de Messias, de bron van het levende water, hebben verlaten. Hebt u in de gaten dat die fariseeën hier, terwijl ze vragen om de naleving van de Bijbel, van Gods woord, heel ver verwijderd zijn van het hart van God? Dat kan dus blijkbaar. Je kunt met al je Bijbel vast zijn en voor God valikant naast zitten. Dat is wat hier gebeurt. En dat is ook best, vind ik, een ernstige waarschuwing. Je kunt naar de letter goed zitten en naar de geest dus helemaal fout. En Jezus pareert hier die aanval van die fariseeën op een meesterlijke manier. Het dilemma waar hij voor komt te staan is dat Jezus uiteraard niet de wet van Mozes wil ontkrachten, want daar mag geen tittel of jota van vergaan, dat heeft hij duidelijk gezegd. Maar hij wil wel recht doen aan dat hart van God. Dat hart van God dat hij
als geen ander kent. En hij wil recht doen aan de bedoelingen van God. Jezus ontkent niet dat de vrouw die steniging heeft verdiend. Het is terecht. Zo zegt de Bijbel dat. Overspel plegen is een ernstige zonde. Wie een ander toelaat in zijn relatie, beschadigt zijn huwelijkspartner ernstig en doet zijn huwelijkspartner grof onrecht. Daar doet Jezus dus helemaal niets van af. Gods heiligheid verdraagt zich niet met ontrouw. Juist omdat het huwelijk een afspiegeling is van de trouw en de liefde van God voor de gemeente. En als dan een huwelijk gebroken wordt, dan laat dat dus iets zien. Dan laat dat zien dat er slechte reclame gemaakt wordt voor de trouw en de liefde van God. Want hij is zelf zo onnoemelijk trouw. Jezus praat dat overspel dus op geen enkele manier goed. Die vrouw verdient het vonnis. Integendeel, als Jezus in de bergrede, u kunt het in Matthäus 5 tot 7 lezen, het zevende gebod over de echtbreuk behandelt, dan stelt hij het nog veel scherper. Wie een vrouw aanziet, die is al in overtreding. En daarmee laat hij dus zien dat in feite niemand vrij uitgaat. En die spiegel houdt hij nu ook voor aan die farizeeërs. Hij doorzag hun onoprechte motieven. Prima, jullie hebben gelijk, ze moet gestenigd, maar dan wel door degene die zonde zonde is. Voordat je iets over die vrouw zegt, weet dan wel wie je zelf bent. De farizeeën druipen af, één voor één. En de oudsten het eerst. Die hadden het meest besef blijkbaar van hun zonde. Wil Jezus nu zeggen dat alleen zondeloze mensen iets mogen zeggen over een zondige levensstijl? Ik denk het niet. In het Nieuwe Testament zien we met name in de brieven van Paulus nogal wat instructies voor de christelijke gemeente. En hij zegt daar ook dat de gemeente ervoor moet zorgen dat die grove zonden niet voorkomen. En dat moet ook aan de kaak gesteld worden, moet niet toegelaten worden. Ouderlingen die hebben de opdracht gekregen, geeft Paulus ook aan, om toe te zien op de kudde. En daarbij hoort het dat ze kudde gestimuleerd wordt om te leven naar het woord van God. En zondaars moeten worden aangesproken op hun gedrag. Maar dat moet niet met twee maten gemeten worden. In het verleden, dat weet u als u wat ouder bent, zeg maar net zo oud als ik of misschien nog een beetje ouder, dan weet u nog wel dat moeten trouwen, omdat een meisje zwanger was voor de trouwdag, vaak breed werd uitgemeten in de kerk, terwijl zonden als roddel of het in stand houden van conflicten ongemoeid gelaten werden. Terwijl die zonden juist meer afbreuk doen aan het gemeenteleven dan de fout van een jong stelletje dat zo verliefd was dat ze verder gingen dan eigenlijk de bedoeling was. Misschien had Jezus op zo'n moment ook wel gezegd: wie zonde zonde is, werpen de eerste steen. Uiteindelijk staan daar alleen nog die vrouw en Jezus zelf. Moet je nagaan, Jezus die zelf nota bene zonder zonde is, Jezus de enige die wel het recht had om stenen te gooien. En wat doet hij? Jezus oordeelt niet. Jezus geeft een nieuwe kans, want er is genadetijd. Jezus komt niet om te oordelen, hij komt om te redden. Aan het eind van het achtste hoofdstuk, daar lezen we dat de Joodse leiders stenen aandroegen om Jezus te stenigen. Het lijkt wel of Johannes hier al wil zeggen wat Jezus' bediening eigenlijk is. Deze vrouw die hoeft die steniging niet te ondergaan. Jezus zal het op zich nemen. Hij in onze plaats. De vrouw niet geoordeeld, want Jezus zal het oordeel dragen. Dat is het evangelie, mensen. Hij in onze plaats. Hij neemt onze schuld van ons af en hij neemt het mee naar het kruis, de dood in. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons vergeving, zegt Jesaja 53. Jezus laat de vrouw gaan. Jezus geeft een nieuwe kans. En laten we dan niet denken dat zonde geen zonde is. Overspel is fout.
Overspel is zonde. En er is vergeving voor iedere zonde, natuurlijk. Voor iedereen die serieus vergeving zoekt bij God, is vergeving beschikbaar. Nooit kun je zeggen dat er onvergeeflijke zonden zijn. Ja, één keer spreekt de Bijbel over zonde tot de dood of zonde tegen de Heilige Geest. Nou, en zonde tot de dood, dat betekent eigenlijk dat je weigert te geloven in het kruisoffer van de Heer Jezus. Wie dat kruisoffer afwijst, die zondigt tegen de Geest van God. Dat is de zonde tot de dood, want dan is er geen middel meer over voor vergeving. Want zonder Jezus offer aan het kruis is er geen vergeving beschikbaar. En als je dus daaraan voorbij gaat, of als je dat afwijst, dan sluit je voor jezelf de deur. Dat is niet wat God wil. God wil die deur wagenwijd openhouden. Maar je moet wel op je knieën. Je moet wel erkennen dat je het zelf niet kunt en dat je dat kruis nodig hebt. U hoeft dus nooit te denken, lieve mensen, dat zonden die u gedaan hebt onvergeeflijk zijn. Je mag altijd met de brokstukken van je leven naar het kruis gaan. Er is vergeving. Maar er is ook een appel. Zondig niet weer, zegt Jezus. Laat het na. Hij wil niet zeggen dat je nooit meer mag zondigen, want ieder mens zondigt. Hij bedoelt, pleeg niet opnieuw overspel. Dat wil dus zeggen dat Jezus Heer wil zijn over je leven. Ook over dit deel van je leven. En je kunt niet zeggen, ik doe wat ik wil, daar gaat een ander niks aan. En dat kan zeker in de gemeente van de Heer Jezus niet. Want gelovige mensen zijn juist aan elkaar gegeven om elkaar te vermanen en te vertroosten. In het Grieks is dat hetzelfde woord. Als de Heilige Geest de trooster wordt genoemd, dan zit daar datzelfde woord in. De Heilige Geest die ons troost in verdriet, maar ons ook aanspoort om het vol te houden. Vermanen, appelleren, aan de deur van je hart kloppen en ons geweten opwekt om op te ruimen wat fout is. En daar mag je als broers en zussen in het geloof elkaar bij helpen. Ik weet niet, u bent misschien wel opgegroeid, ik tenminste wel, met het woordje kerkelijke tucht. Dat heeft een hele negatieve klank gekregen. Maar het is wel goed om te weten dat het woordje tucht afstamt van het Duitse woordje ziehen. En ziehen betekent trekken. Dus als we het over kerkelijke tucht hebben in de juiste zin van het woord, dan moet het altijd betekenen dat we mensen weer naar God toe trekken. Niet mensen die in onze ogen niet helemaal op het juiste pad lopen van ons afduwen, maar juist weer mensen naar God toe trekken. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat is ook wat hij hier doet. Hij trekt mensen weer naar de Heer God toe. En dat is ook de bedoeling van kerkelijke tucht. En we zullen het best wel eens fout gedaan hebben, maar zo zal het wel moeten gaan. En als je wel eens in gesprek komt met kerkverlaters, ik heb dat vrij veel gedaan in mijn leven, dan hoor je vaak verhalen dat juist op dit vlak er slecht reclame is gemaakt. Dat mensen die vertegenwoordigers waren van kerken, voorgangers, kerkraadsleden, juist mensen van zich af hebben gestoten of hun oordeel klaar hadden. En ik denk dat we als kerk ook eerlijk in de spiegel mogen kijken. Hebben we dat wel goed gedaan? Hebben we wel gehandeld zoals Jezus zou handelen? In liefde en toch trouw blijven aan de Bijbel, het woord van God. We hebben gezien hoe Jezus omging met deze vrouw. Een vrouw die een ernstige zonde had begaan. Jezus was bereid te vergeven, omdat Gods hart zo is. God kan het niet over zijn hart krijgen deze vrouw zo zwaar te straffen. En we mogen dankbaar zijn dat er op Goede Vrijdag een kruis op Golgotha stond. Daardoor kwam vergeving beschikbaar voor deze vrouw. En daardoor is er vergeving beschikbaar voor jou. Die houding van Jezus. Die houding van vasthouden aan Gods woord. En tegelijkertijd vergevend zijn, genadig zijn, bescheiden zijn, omdat je weet dat je zelf ook genadebrood eet. Dat mag je onderlinge omgang in de gemeente typeren. Maar we helpen elkaar niet door zonde geen zonde meer te noemen. Zonder gedrag, zondige gedachten, zondige grappen, die hoef je niet af te doen met we zijn allemaal jong geweest. Zonde is zonde. En zonde afzwakken
is eigenlijk tevreden zijn met iets wat de Bijbel afwijst. Ik droom van een kerk waar mensen met al hun zonden, met al hun wonden en al hun bonden elkaar in liefde aanvaarden. Een kerk waar het veilig is om tevoorschijn te komen met de dingen die fout gingen. Een kerk waar het zelfs veilig is om uit de kast te komen en niet in eenzaamheid te hoeven worstelen met jouw afwijkende geaardheid. En dat je samen kunt bidden, samen kunt zoeken naar Gods bedoelingen met je leven. Een kerk waar Gods woord beleden wordt, maar ook een kerk waar Jezus voorbeeld wordt nageleefd. Zijn bewogen hart stond open voor deze vrouw. Een vrouw die een afschuwelijke vergissing beging. En we hoeven er niet aan te twijfelen dat dit bewogen hart ook vandaag nog voor ieder van ons open staat.